Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Midden op het erf van de Lappersfortgoeve in Leeke staat een eeuwenoude broodoven. Een deel van de oven stortte in, maar is nu gerestaureerd en net getest. De rook vindt er mooi de weg door de schouw. Magda Janssens en Marcel Wouters kunnen dus aan de slag. Straks bakken ze weer een hele namiddag brood, wel 35 stuks in één keer. Ze vertellen samen over hun oven en over de kunst van het broodbakken. Goedemiddag, ik ben Janssens Magda. Ik ben gehuwd met Marcel Wouters. Op mijn werk kwam ik iemand tegen die zelf haar brood bakte. En dat is nu wel mijn hobby, om ook eens brood te kunnen bakken. En hier stond er, bij mijn man stond er een oven, een ouderwetse oven. En we zullen dan eens proberen. Dus die vrouw die dat deed, is naar hier gekomen voor eens te leren. Ja, je kent er eigenlijk niks van, hè, jou. Dus zij heeft dan brood gemaakt en de oven klaargemaakt. Ze leerde dat met zuurdesem en met smoet, vetstof. Sorry. Maar wij waren daar niet geïnteresseerd, dus wij deden dat liever met gist. Bloemengist, water en ja, op onze manier dat wij dat zelf graag aten. Tarwebloem, gist, water en zout. Ja. Maar geen vetstof. Doe geen vetstof in. Je neemt je bloem, je lost je gist op, je doet je water bij en je mengt het allemaal klaar. En als het een goede deeg is, leg je dan een deken erover en laat het drie kwartier of een half uurtje, drie kwartier rusten. En bijstwil steek je een oven in gang met je hout. En als de oven goed in brand is, maak je dan je kleine broodjes klaar voor in je oven te steken. Dus als je kleine broodjes gevormd zijn, leg je terug een doek over, laat het weer een half uurtje rusten. En tussentijd is je oven klaar en kun je dan je brood in het oven steken. Ja, normaal kunnen er 35 in één keer. En twee koekenbrood steek me er vroeger ook in. Dus zes bussen hout, ja. Liefst licht hout, like wulgen en asdoorn. Maar geen eiken of andere hout. Hout die rap opgebrand is. Die niet lang brandt, eigenlijk. Ja. Geen eikenhout of acacia's of dan niet. Gewoon wulgen en asdoorn. Dat is dan dat hier? Zachtel. Ja, zachtel. Die rap klaar is, hij is al opgebrand, eigenlijk, ja. Maar eikenhout, dat duurt veel te lang, dat is niet goed. Hè, ja. Het is de bedoeling dat je tegels warm komt, maar dat al opgebrand is. Hè, ja. Maar niet dat kokende het was. Als je ziet dat je steen bent te verwitten, is je oven eet genoeg voor je brood in te steken. Je haalt dan je assen eruit. En omdat het weer heel proper is, je steekt dan je brood erin. En achter de drie kwartier, een uur, kun je dan je brood eruit halen. Het moeilijkste is dat van pas is dat niet te veel gebakken is, of niet te weinig ook, ja. Als het niet goed gebakken is, dan heb je ook geen goed brood ook, ja. Dat is de kunst, Eva. Dat zit in je zeker of zit niet in je, ja. Je wilt dat of ja, je wilt dat niet, ja. Normaal bak ik niet zo graag, eigenlijk. We willen wel brood bakken, wafels bakken, zulke dingen, pannenkoeken. Maar daar, ja, één keer hebben we weg, ja, dat wel. Maar ik wil het graag niet, eigenlijk. Ik doe dat wel graag. Nee? En we steken dat wel in diepvries, Jan. We kunnen dat niet goed eten, het brood. Dus ja, al het brood gaat in de drie vriezers dat wij staan hebben. Voor een maand lang kunnen we dat wel. 25 kilo en 10 kilo. 35 kilo bloem. Dus en water, ja. Een liter of 18, zeker. En gist. Nee? Dus dan maakt het brood weer wel... Meer of een kilo wel. Hé. Als je ze weet, is kilo 200 soms. Ja. Dus ja. En we steken ze dan achter nog in de vriezer ook, maar wel omgekeerd. Niet omgekeerd. Als je ze dooit, dat je brood goed blijft. Als je ze verkeerd in de vriezer legt, en liefst zo vers mogelijk in de vriezer ook. Als je brood lauw is
Je kan het in vriezer steken en je kunt het weer uithalen, heb je vers brood. En als je koud brood instikt, is het oud brood dat je uithaalt. Dus als je het brood uithaalt en je wilt je brood in schelletjes snijden, blijft het goed. En als je het verkeerd instikt, komt het helemaal kapot, je brood. Je begint eraan in de middag rond 1 uur of 1 uur 30. Maar tegen dat alles klaar is, is het 4 uur of 4 uur 30, tegen dat allemaal gedaan is. Dus je hans in de middag hangt er eigenlijk ook aan, ja. Die moet er eigenlijk echt voor over in, voor dat te willen doen, ja. In de winter moet er dan nog bussen hout gemaakt worden voor je een oven te kunnen eten maken ook, ja. Dat is ook nog een werk dat je niet mag onderschatten, eigenlijk, ja. Al in de namiddag, ja. In de maand januari, februari, ja. Maak het dan bussen, niet? Ja. Stop voor namiddag, ja. Als je een ander bus naar ons ziet, ja, 120. Ja, dat komt er ook nog bij, hè. Dat de, ja. Dat ook moet echt droog zijn, ja. Maar met die van hen staan, ze hebben ze nagestaan. En we zagen dat af nu. Dat is nu gewoon de van passen zijn, hè, voor nu. En allemaal in bus maken en we kunnen weg, hè. Klaar voor 10 jaar. Ja. Ja, ik ben Marcel, ja. En we zijn ook weer... Als boer en boerin, ja. Ze wil dat doen, ze dat ben doen om het trouwen. Omdat die oven hier stond van vroeger. Vroeger bakten ze hier kleine soldaten van de van oorlog 1418. Ze bakten hier, de soldaten zaten hier in te bakken. De vorige eenoren hadden een broer die bakker was op de plaatsen, die ook geleerd had voor te bakken in die oven hier, in die bakoven. En dus... De bevrijden dan, ja, ze wilden dat dan bakken. En ze kenden toen tweeën op een ronde wat ze vroeg, wat ze werd vroeger als jong meisje, ja. Ze kenden zo'n boerin die ook bakte en die zei, kijk, we gaan te gaan komen tonen aan je. Voordat mijn troon was, dat zo. Ja. En zo is het bijna op een zondagmiddag, als ze zich afkomt, te gaan met hun man en de oven in Roethuisto, hoe dat je moest bakken. Maar in het begin deed het dan zelf. Maar dat was niet goed, maar ik brood, maar een beetje meelbrokjes in. Omdat dat was, omdat het niet goed geknipt was met je vusten. Doordat er te grote hoop bloem was. Er was 25 kilo bloem en toen nog 6 kilo witte bloem. Ja. En toen die andere 4 kilo, 3 kilo hier toen gebruikt voor rozijnenbrood te maken. Dus wat we toen hadden. Die bloem weer te mengen, gemengd. Toen een putje heb gemaakt, toen de ronde weer de tafelzout opgestrooid, om dat brood te smaken. En tussen dit, de vrouw dan de deeg gereed, de gist gereed. Dat was een klomp gist van een kilo, maar een beetje, ja, van een 900 gram. Dus een 900 gram was erin, maar dan doe ik zelf een broekje van, hoe dat smaakte. Wat vast gehist was. Dus hier moest het dan mengen met warm loopwater van op kamertemperatuur, ja. 15 of 17 liter water. Dat werd dan gemengd, eerst de gehist. Het werd dan de bloem weer overgestrooid, omdat die gehist niet mocht in contact komen met water. Dus het werd de bloem overgestrooid weer. En toen die emmer, ja, die 15 liter of 17 liter water bijgehouden. En toen moest je mengelen en knijden. En moest een beetje bloem apart hebben voor je nan, voor je vusten. Want het idee was dan goed, dat er geen bloemen meer aan je nan hing. Ja, als je goed knijden, dan mocht er geen bloemen meer aan je vusten hang. Het was zo. En toen omdraaien en keren, en toen weer keren, ja. Als die goed geknipt was, toen een laten erover. Dat kostte reis niet, ja. En de deuren toe, dat vond een trek dat er niet in... Dan deeg niet inviel, hé. Ja. En toen kostte je plan trek. Ja, toen kostte tot de buiten. Maar in de busje ben, 6 busjes uit ben. En toen trok je de rest van de middag je plan. Voor brood te maken en de oven eten te maken. Ja, en er was toen een kennis dat die oven zoveel grond moest hebben en die steen wit kwam. Dus je moest dat kennen, dat moest lekker in je zitten, dat je dat kende, ja. Ja, dat ze nu de oven zonder geen grond hebben of niet, je moest dat zien aan de steen.
En toen kon je plant trekken. Dus als het brood nog gebakken was, dan moest er een urijn zitten voor te bakken. Dat werd toen uitgehaald. Dus dat werd toen op tafel geleid. Een beetje. Ja, eerst was er al die gloeiende as, die gloeiende kool moest er uitgehaald zijn met een lange naak. Ja, zo ja. En er stond brood in gesteken met de planken. Ja. En toen een uur laten zitten. En toen uitgaan met die naak, dat is allemaal koken deed. Toen op tafel en achter naar voren kwam ik, kijk dan vol de brood of te van, toen de stof te van voor het stof en die nasje niet. Ja. En toen achter elkaar, toen zo een beetje kosten in de vriezer zitten, dan is die koken deed meer aan. In de vriezer steek. Ja, vast erin is vast eruit. En toen omgekeerd, voor het schenen, hoe ze het uithalen, voor het schenen, voor het snijden met de brommers, naar die heel ingeschetsen. Landsboven was er opeens een steen uitgevallen van boven, dus dan een keer nog een en opeens Hans de boel leidde omlaag. Dus we waren onze oven kwijt eigenlijk. Dus als we weer wilden terugbakken, moesten we alles weer uithalen en opnieuw beginnen met alles. Dat was dan de moeilijkheid. Ja, hoe moeten we die steen, die reflectaire steen, of de woordelijk, ja, steen, ja. Ja, ze worden like gebast van de warmte, van die grote etten. Door de jaren versleten. Ja, we vonden toen in, moesten we op zoek gaan achter nieuwe arte steen, door reflectaire simmen. En hoe gaan we het dan metsen? Ja. Ja, dat was ook de vraag. Daar hebben we toen eerst de grond geleid, de halve metsers gevraagd. Twee metsers. Ze zijn toen eerst de grond geleid, de tegels van onder, op de baan. En toen zei ik, ja, hoe gaan we dat doen? En met toen drie belo strooi. Ja, strooien geleid. Ingeleid. Ja. En toen opgevuld met zand. En toen vastgestampt en toen ben toen die steen geleid op dat zand. En toen reflecteerde cement erover. En toen weer een laag hier. En toen een net weer. En toen weer een laag hier. Steen. En toen weer een steen. Ja. Echt, dat is veel werk geweest eraan. En kijk, en toen achter drie weken, toen ben strooi uitsnijden. Ja, al dat turtje. En dan weer uithalen. En daarmee kost me toen daarin, ja. Kost niet bij de zin of strooi. Strooi en zand die, voor die bogen. Dan moesten de bogen zijn. Ja. En die steen te leggen. En toen is het gedaan, he. Ja. En toen de kavelheerder met, dat was ook een kunst, dat er ook maar goed kunt trekken, he, dat er ook in het kotje niet bleef. Dat was er ook aan de kavel gehad, aan de schouw, maar niet in het gebouwtje zelf. He. Dat was ook de kunst voor dat weer die beweging te maken. Ja, want ja. Als je een oven eruit zegt, dat brandt geweldig. Ja. Daar komt er veel rook uit. He. Echt een witte rook, dat is een fabriekje, toch? Uit de hoedtrek? In het begin, ja. In het begin is de fabriekje. Wat dan niet meer, echt ja. Zo'n rook die, echt zo'n rook die recht omhoog had. Ja. En we bekijken ook een beetje het weer. Voor de bakken bekijken we altijd, en we zeggen, kijk, het is stil weer, toen is het best, hè. Ja, niet te veel wouden. Niet geen storm weer is, moet je er ook niet aan beginnen, ja. Dat is geweldig. Storm doet niet, hè. Nee. Omdat te veel, komt er te veel rook in je kotje, ja. Van binnen. Als het stil weer is, gaat er ook schoon de rechten omhoog. Ja, dat doet er ook aan, de wind. He. We hebben nu wel een keer uitgetest, voor te kijken of het goed brandt, maar het was in orde. Ja. Met die busnoot. He. Kom maar een keer test. Ja, ja voor een keer warmte. Je woont echt curieus. Je hebt een nieuwe kavel met. Je gaat een goed trek. Ja, dat is zo van die vragen. Gaat het goed zien, gaat die kavel goed trekken, gaat het slecht gaat er ook in je kotje bloeien. Dat je niet uitgerokt wordt. Ja. Ja, dat je niet kunt blijven, je moet kunnen werken. He. Ja, het zit al heel ding te brand vind. Maar je moet ook kunnen werken. He. Het is wel warm, he, dat het wel warm is. Ja, de warmte komt toch nog naar je. Het is niet dat je zegt, ja, het is hier goed, nee, het is hier wel warm. He. Ja, slot. Je hebt dat eerste keer een foto van getrokken. Alles een beetje fotografeerd. Dat we gedacht hadden om het afsmeten, dat wisten brokken hoe het nog was van voor die. Hè. Ja. Anders je weet het niet meer. Hè. Je toffe brokken, ja, was het weer. Maar doordat je foto had, hoe dat was, en toch weer kunnen voortdoen. Ja, om die oven, misschien 200 jaar of meer.
Dus om die oven was ingevonden, om het moest af te breken, ja, die muur moest in te vonden, dan kwam... Maar tachters is wel gebleven, heel tachters was gebleven, dus maar nog wel de maat. Ja. Dat was niet ingevonden, omdat er daar een bar in zat, in de lachter zat er een bar in. Zo, ja. Dus al tachters was allemaal gebleven. Dat hebben we niet moeten herstellen. Nee. Ja, de kaal van Tom, heel erg met sneeuw, dus de schoorsteen. Het voornste was weggegaan, ja. Gaan we zo toch echt mee in, ho. Op een goed ging trekken, hé. Ja. Wat had dat meegevoel? Dus maar nu blijven ze ook een brood in. Maar nu gaan we kunnen, ja, nu zijn we met tweeën mee, nu gaan we minder. Ja, te weer overwaten hoe dat gesmaakt is, brood. Dat wel, ik heb van eens, dat is gemakkelijk, je naar de winkel gaan een brood, je trekt de brood mee, hé, ja. Ja. Dan kopen we nu ook brood in, we kunnen niet anders. Dan steken we dat ook in de vriezer, dan kopen we ook voor een hele week. Hé. Ja. Maar dat had dan gelukkig gedaan. Nee? Ah, ja. Waarom dat gaat dat hier, ja. Ja. En die oven staat hier, maar anders is... Goh, niet in de oven zijn zetten. Ja, het zijn like wafels of pannenkoeken, ja. Pannenkoeken ga ik nooit meebrengen, want ik ga dat nooit kopen, hè. Dat is ja. Heel tegen mijn principe, pannenkoeken kopen. Dus ja, bakken dat samen. Ik zei aan de winkel, ja, yes, maar te pakken, yes. Maar nee, dat is je ding, ja. Ja, de kwaliteit is wel voor ons beter, hè. Of je eigen brood, hè. Ja. Pannenkoeken ook, dat is toch veel beter van je eigen pannenkoeken, of dat je dat, of wie ze dacht, hé, of dat je moet komen, ja.